Het webboek. Het onnozele gansje. Gansje deed een dansje bij Kikkerspringvijver. Gansje zag Vos. Goedemorgen, Vos, riep ze. Maar Vos zei geen goedemorgen terug. In plaats daarvan zei hij... Gansje, je oren zijn weg. Mijn oren? Vroeg Gansje geschrokken. Weg! Vos wees met zijn poot. Kijk maar, in de vijver. Wat zie je dan? Gansje keek. Ik zie mijn witte veren, mijn lange, lange nek en mijn mooie vleugels. Aha, zei Vos. Maar zie je ook oren? Nou, nee, zei Gansje. Maar daar kan ik wel wat aan doen, hoor. En ze zette twee roze bloemen op haar kop. Ha! Lachte Vos schamper. Oren zijn niet zacht en roze. Oren zijn stevige, puntige dingen. Met haar. Waar zouden mijn oren dan zijn? Vroeg Gansje zich af. Heb je ze afgezet? Vroeg Vos. Dat zal dan wel, zei Gansje. Denk ik. Mag ik jouw oren, lieve Vos? Nee, snauwde Vos. Dat mag niet. Ze hebben niet de goede kleur voor jou. O jee, zei Gansje. En ze rende weg tot ze Konijn tegenkwam. Konijn, zei Gansje. Ik heb mijn oren ergens verloren. Mag ik jouw oren, lief Konijn? Nee, dom Gansje, zuchtte Konijn. Die zijn veel te lang voor jou. O jee, zei Gansje. En ze rende weg. Tot ze Koe tegenkwam. Koe, riep Gansje. Ik ben mijn oren kwijt. Ik moet nu meteen oren hebben. Mag ik jouw oren hebben, lieve koe? Dom Gansje, mompelde Koe. Mijn oren zijn veel te groot. O jee, jammerde Gansje. Maar toen hoorde ze iemand roepen. Oren te koop. Koop je oren in de winkel van Paul. Gans zag een vreemde vogel met fel gekleurde vieren, strikjes en loshangende linten. Ik wil graag twee witte oren, alstublieft, zei ze. Paul maakte een diepe buiging. Komt u toch binnen, mevrouw, zei hij. Dan zoeken we de perfecte oren voor een smakelijk... ik bedoel, charmant dier als jij. Jongen, bloosde Gansje en ze huppelde naar binnen. Maar ze zag niet dat Paul een spitse snuit, scherpe tanden en een dikke rode staart had. Maar Konijn zag dat wel en hij maakte zich zorgen. Vos heeft zich vermomd als Paul. Snel, 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 riep hij. Vos haalt een streek uit met ons arme, domme gansje. Dus trippelden, hupten en vlogen de dieren naar Gansje om haar te redden. Ondertussen waren Gansje en Vos in zijn hol. Ga dicht bij het vuur staan, Gansje, commandeerde hij. Dan zoek ik de perfecte oren voor jou. Terwijl Gansje stond te wachten, begon ze na te denken. Ik hoor het knetterende vuur. En ik hoorde wat Pauw net zei. Pauw, riep ze. Ik kan horen. Pff, zei Vos. Dat denk je maar. Maar toen kwamen de dieren bij het hol van Vos. Gansje, riep Konijn, ben je daar? Wij zijn hier, zoemde Bij. Ben je binnen? Gansje flapperde blij met haar vleugels. Pauw, ik hoor mijn vrienden. Ik hoef geen nieuwe oren. Ik heb mijn eigen oren. Ergens. Ik ben een dom gans.
Gansje, denk ik. En nu moet ik gaan. Dag, beste Paul. Dag! Oh, nee, grijnsde Vos. En hij deed de deur op slot. Jij gaat nergens heen, Gansje. Vos! Riep Gansje geschrokken. Ja, zei Vos. Ik ben het, Vos. En ik ga jou opeten, Gansje. Oh jee, jammerde Gansje. Ik ben verloren, verslagen, in de pan gehakt. Maar toen maakte Vogel een gaatje in de muur. Precies groot genoeg voor Bij. Bij vloog naar binnen en prikte Vos in zijn neus. Vos jankte. Gansje snaterde van blijdschap. Ze vloog omhoog, greep de mantel van Vos en slingerde die over zijn hoofd. Toen bond ze hem vast. En toen maakte Koe met een loeiharde trap de deur open. Vos worstelde zich los en rende weg. Maar de dieren renden hem achterna. Met Gansje aan kop joegen ze die sluwe Vos heel ver weg. Hij kwam nooit meer terug. En Gansje was heel blij. Daar ben ik weer. Ik ga jou iets vragen. Weet jij het antwoord op de vraag? Roep je antwoord dan naar mij. Gansje deed een dansje bij Kikkerspringvijver. Gansje zag Vos. Goedemorgen, Vos, riep ze. Maar Vos zei geen goedemorgen terug. In plaats daarvan zei hij... Gansje, je oren zijn weg. Mijn oren? Wat zegt Vos tegen Gansje? Vos zegt dat de oren van Gansje weg zijn. Waar zouden mijn oren dan zijn? Vroeg Gansje zich af. Heb je ze afgezet? Vroeg Vos. Dat zal dan wel, zei Gansje. Denk ik. Mag ik jouw oren, lieve Vos? Nee, snauwde Vos. Dat mag niet. Ze hebben niet de goede kleur voor jou. Waarom krijgt Gansje niet de oren van Vos? De oren van Vos hebben niet de goede kleur. Konijn, zei Gansje. Ik heb mijn oren ergens verloren. Mag ik jouw oren, lief konijn? Nee, dom Gansje, zuchtte konijn. Die zijn veel te lang voor jou. Oh jee. Wat voor soort oren heeft konijn? Konijn heeft lange oren. Oren te koop. Koop je oren in de winkel van Paul. Gans zag een vreemde vogel met fel gekleurde vieren, strikjes en loshangende linten. Ik wil graag 2 witte oren, alstublieft, zei ze. Wat wil Gansje kopen? Gansje wil 2 witte oren kopen. Komt u toch binnen, mevrouw, zei hij. Dan zoeken we de perfecte oren voor een smakelijk... Ik bedoel, charmant dier als jij. Tjonge, bloosde Gansje en ze huppelde naar binnen. Maar ze zag niet dat Paul...
mouw, een spitse snuit, scherpe tanden en een dikke rode staart had. Maar Konijn zag dat wel en hij maakte zich zorgen. Vos heeft zich vermomd als pauw. Heeft Konijn gezien dat Vos zich als pauw heeft verkleed? Ja, Konijn ziet dat pauw Vos is. Ondertussen waren Gansje en Vos in zijn hol. Ga dicht bij het vuur staan, Gansje, commandeerde hij. Dan zoek ik de perfecte oren voor jou. Terwijl Gansje stond te wachten, begon ze na te denken. Ik hoor het knetterende vuur. En ik hoorde wat Pauw net zei. Pauw, riep ze, ik kan horen. Wat zegt Gansje tegen Vos? Gansje zegt dat ze kan horen. Gansje flapperde blij met haar vleugels. Pauw, ik hoor mijn vrienden. Ik hoef geen nieuwe oren. Ik heb mijn eigen oren. Ergens. Ik ben een dom gansje, denk ik. En nu moet ik gaan. Dag, beste Pauw. Dag! Oh, nee, grijnsde Vos. En hij deed de deur op slot. Jij gaat nergens heen, gansje. Vos! Riep Gansje geschrokken. Ja, zei Vos. Ik ben het, Vos. En ik ga jou opeten, Gansje. Wat wil Vos met Gansje doen? Vos wil Gansje opeten. En toen maakte Koe met een loeiharde trap de deur open. Vos worstelde zich los en rende weg. Maar de dieren renden hem achterna. Met Gansje aan kop joegen ze die sluwe Vos heel ver weg. Jagen de dieren Vos weg? Ja, Vos rent heel ver weg. Hij kwam nooit meer terug. En Gansje was heel blij. Tot het volgende boek. Kijk ook eens op www.webboek.nl. Of lees het boek.